Midden vastenavond hun noets te vergeten. Het moet in de jaren 80 geweest zijn, in de tijd tot nog alles koos. En mijn vriendin en ik waren dus al wekenlang om bedenken wie voor ons dit jaar nu eens zouden verkleien. En we wisten één ding, we moesten onherkenbaar zijn. En we waren dus aan het bedenken en verliepen door week toevallig met de kinderkoets. En toen kwam daar een hele grote groep Amerikaanse toeristen langs. En ik zeg tegen Marion, je heet het, we gaan als toerist, we gaan als Amerikaanse toerist. Zo gezag, zo gedaan. Dus we gingen naar Aken, verkochten een stal bij de Kalfhof zo'n lange, blinkertige, vreselijke, knatsblauwe jas met een gouden riem erop voor 10 mark. De vroegste af wie in godsnaam zo denk voor de echt zou kopen. Verheurden dus bij de coiffeur die verkoste van die lang krolle pruiken, zie een roeie, niet een zwarte. Een paar kunstnegel allemaal, dikke knotsen van ringen. Een ganse raffel na mijn creditcards en ik had me nog in de bril opgezet zonder glazer. Daar gingen we, om 7 uur. En we hadden bekiekt. En chance dat over een zoeren. Blijkbaar vinden alle manslui lang krolle haren heel erg schoen. We liepen de brug over en we vroegen hij en daar aan de lui wat toch aan de hand was. En eerlijk, iedereen door zich meute om eens in het Engels te woord te stoelen. Het was hartstikke leuk. Op een gegeven moment vertelde dus Anne een gans verhaal over de prins. Nou, dat vond de Veres Amerikanen natuurlijk fantastisch. Een prins, een real prins, die hadden we nog niets gezien. Dus veer gingen op zoek naar de prins. Over de brug aangekomen kwamen we voorbij de Moutonblanc. Daar was het gezellig druk en we wormden dus naar binnen. En ik ging naar het buffet om mijn get te bestellen. En terwijl ik daar stond, pakte hij mijn bril af zonder glazer en begon steeds te potsen. Tegen de jong neven mij zag ik, they're all fucked up. Waarop hij tegen mij zei, so, what a language for a lady. Ik lachte mij kapot. Gelukkig sprak de jongen achter het buffet wel Engels. En wie ik hem toen zag van, can I pay with credit cards? Zo roets die ganse raffel credit cards. Begon die gans nerveus te worden en zag, no, only cash. Toen heb ik hem toch maar een briefje van 25 gulden in zijn hand geduwd. Wie ik terugkwam bij Marion, stond hij met een ganse groep manslui. Die waren verkleed als chirurgen. Vrouwen hebben we trouwens sowieso niet veel gezien die avond. Die stonden van een afstandje allemaal een beetje zo naar ons te kijken, zo een beetje jaloezig. En Marjan werd zeker tot ze een niet huren zeggen, dat is allemaal niet echt wat die aan hebben, dat is kitsch. Op naar de sociëteit op de Vriethof. De Vriethof. En dat was echt zo'n Maastrichtse tempel, waar we heel veel bekenden komen. We groeiden ons erdoor en we liepen naar het buffet. En daar stonden een get ouderen hier. Hij had misschien al een bittige get gedronken. En die vroegen ons, hoe kom je vandaan? En we zagen tot voor Oud-Amerika komen. Toen kroeg hij de tranen in zijn ogen en hij zag, you liberated Maastricht. We kregen het van hem te drinken en dan zag nog een keer, ganz emotioneel, you liberated Maastricht. Op de markt kwamen we aan bij Café de Zwaan. En daar stond voor de deur een trompetis te blozen. En hij vroeg ons, where are you from? En weer zachte, the Big Apple. En toen speelde die haarzuiver New York, New York. Om je vrouwen van te krijgen. Zelfs als ze niet uit de Big Apple komt. Nou, we wouden die natuurlijk gaan te drinken aanbieden. En we gingen bij de Zwaan naar binnen. Al binnenkomend zag hij, het wordt erg rustig. Hey, ik heb bij 2 Amerikaanse vrouwen laten voor die eens laten zien wie ze in Maastricht vastelavond viert. Daar stonden een groep chirurgen gans voor popzak te kijken tot ze eens nog een keer tegenkomen die avond. En die waren gans enthousiast. En ze gingen eens leren wie we in een rijen loet moesten lopen. Veer dogen just alsof we van niks wisten. Maar we moesten 1 hand in de log, de ander op de shower en heel stilletjes chocolateren lopen. Nou, we hadden beslist talent, zachten ze. Op een gegeven moment zat de hospice Beppie op met de nacht is nog zo lang. 2 chirurgen,
pakte ons vast en we walsden over de vloer. En alsof het afgesproken was, begon ze weer met zijn tweeën heel hel met te zingen. Het duurde even. Maar opeens zei Thibaut ik me dansen. Godmaljaar! Charles, dat zien twee Maastrichtse vrouwen! Nou, we hebben dus nog enige gedronken samen. En waar Jan en ik zien de brug overgelopen, keken teren van de lach. We hadden nog niets zo'n leuke vastelavond gehad.